Goedemiddag allemaal, welkom bij het tweede webinar van Lydian inzake het nieuwe bewijsrecht en verzekeringen. Dit is het tweede webinar van een reeks van 3 webinars die Lydian wijdt aan een uiteenzetting van het nieuwe bewijsrecht in verzekeringsgeschillen. Dus het eerste webinar heeft plaatsgevonden 23 februari, gegeven door mijn collega's Hugo Keulers en Jonathan van der Stichelen en kan u ook steeds terugvinden op onze website. Vandaag zullen ikzelf en mijn collega Adrien Willocx het tweede webinar verzorgen waarin we ons gaan focussen op het bewijs van de verzekeringsovereenkomst, het document op zich en de inhoud van de verzekeringsovereenkomst. Voor ik verder ga met de inhoud van ons webinar, zou ik graag enkele praktische mededelingen willen doen. De presentatie zelf kan u immers downloaden aan de rechterkant onder de optie handouts. Dus daar vindt u de PDF-versie van onze presentatie terug. Tijdens onze presentatie zullen wij u ook 1 polvraag voorschotelen. En deze polvraag, indien u die beantwoordt, dan krijgt u een bijkomend certificaat van Lydian van uw aanwezigheid tijdens dit webinar. Op het einde van het webinar krijgt elke deelnemer in ieder geval een certificaat van GoToWebinar. Maar deelnemers die dus antwoorden op de polvraag, krijgen daarbovenop een certificaat van Lydian. Indien u vragen heeft tijdens de presentatie, aarzel niet. U kan die gewoon stellen in de chat van dit webinar. En wij beantwoorden die met veel plezier na de presentatie via e-mail. Goed, waar gaan we het vandaag over hebben? Enkele topics, eventjes een overzicht. Ik zal starten met het bewijs van feiten en rechtshandelingen. Waarom? Omdat we dit eigenlijk zo hebben opgebouwd dat er 3 lagen zijn in de bewijsvoering. Je hebt het bewijs van de rechtsfeiten en rechtshandelingen. Daarnaast heb je, en dat is het tweede hoofdstuk, het bewijs van de inhoud van, van het bestaan van de overeenkomst, van de verzekeringsovereenkomst. Hoe ga ik bewijzen dat er inderdaad een verzekeringscontract bestaat tussen de verzekeraar en de verzekerde? En ten derde, dan wat staat er precies in die verzekeringsovereenkomst? Dus de werkelijke inhoud, de bepalingen, de clausules. Wat betreft die clausules halen we er 2 uit. 2 die wel meer dan regelmatig voorkomen in verzekeringsgeschillen. Dat ziet u in hoofdstuk 3, namelijk de verval- en de uitsluitingsclausules. U zal misschien ook wel weten dat dat vaak voorwerp van discussie betreft, net omwille van de mogelijkheid voor de rechtbank om over te gaan tot herkwalificatie van een uitsluitingsbeding naar een vervalclausule. In het vierde hoofdstuk gaan we dan dieper in, althans mijn collega Adrien Willocx zal dat voor zijn rekening nemen, namelijk het bewijs van schadegeval en enkele toepassingsgevallen daarvan in de rechtspraak. Met name in het kader van de diefstalverzekering en de levens- en of overlijdensdekking. Goed, laten we van start gaan. Ten eerste het bewijs van de feiten en rechtshandelingen. We zetten eventjes het algemeen kader uiteen van het bewijsrecht, de principes die van toepassing zijn, ook in het kader van verzekeringsgeschillen. Zoals u weet, de aloude regel die vervat zit in artikel 870 van het gerechtelijk wetboek schrijft voor dat elke partij die een welbepaald feit of een rechtshandeling aanvoert, zal daar ook het bewijs van dienen bij te brengen. En die regel die vinden we ook terug in het Nieuw Burgerlijk Wetboek, waar ik zo meteen dieper op zal ingaan. Natuurlijk, verschillende vragen rijzen daarbij. Hoe ga ik dat bewijzen? Welke bewijsmiddelen zijn er ter mijn beschikking om dat rechtsfeit of die rechtshandeling te gaan staven? En wat met een negatief feit? Hoe kan ik aantonen dat een bepaald feit of een bepaalde handeling zich niet heeft voorgedaan? Bijvoorbeeld, er is mij geen mededeling gedaan van een welbepaalde clausule. Wel, daar gaat de wetgever eigenlijk 2 bewijsstandaarden opleggen en dus een verschil maken in de bewijsstandaard die moet gehaald worden indien we spreken over een positief feit of een rechtshandeling. En een andere, iets lagere bewijsstandaard, indien we spreken over een negatief feit. Daar waar de wetgever een redelijke mate van zekerheid oplegt in het bewijs van een positief feit of een rechtshandeling, neemt de wetgever genoegen met een bewijs van waarschijnlijkheid indien het gaat over een negatief feit. En dat zit vervat in het artikel 8.6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, waarin wordt gesteld dat een negatief feit wordt bewezen door ernstige en geloofwaardige elementen aan te brengen die het negatief feit aannemelijk maken, en of het bewijs dat er eigenlijk geen alternatieven aannemelijk zijn. Wil dat zeggen, natuurlijk als je in een gerechtelijke procedure zit en er worden bepaalde rechtsfeiten of rechtshandelingen geponeerd door tegenpartijen in bijvoorbeeld schriftelijke conclusies, wil dat dan zeggen dat je op elk rechtsfeit en rechtshandeling zal moeten reageren, omdat je anders wordt geacht in te stemmen? Nee. Het stilzwijgen van een partij impliceert nog een bekentenis, nog een instemming. Uiteraard, als er zaken in die schriftelijke conclusies of in de pleidooien voorkomen die manifest onjuist zijn en je wenst de rechtbank erop te wijzen dat daar ook weinig tot geen bewijsmiddelen voorhanden worden gedragen door de tegenpartij om die stelling te staven, dan doe je er natuurlijk goed aan om de aandacht van de rechtbank daarop te trekken. Maar een stilzwijgen op zich is dus onvoldoende om ervan uit te gaan dat jij instemt met de ponering van de tegenpartij. Goed, het bewijsrisico. Het bewijsrisico toont aan wie er het risico loopt dat de rechter in zijn nadeel zal beslissen. Bewijsrisico ligt in eerste instantie bij de eisende partij. Degene die iets eist moet het bewijzen. En indien de rechter oordeelt dat die bewijsstandaard die ik zo net heb toegelicht, namelijk een mate van zekerheid, dan wel een bewijs door waarschijnlijkheid in geval van een negatief feit. Als de rechter oordeelt dat die bewijsstandaard niet wordt gehaald of in geval van twijfel, wel, dan wordt hij die de bewijslast heeft in het ongelijk gesteld. Dat is eigenlijk een vermoeden van onschuld, zoals we dat kennen in het strafrecht en zoals dat ook voorzien is in artikel 6 van het EVRM. En dat is eigenlijk om de andere partij te beschermen en om inderdaad te vermijden dat het bewijsrisico bij de verkeerde partij zou vallen. Dus in geval van twijfel wordt die persoon in het ongelijk gesteld. Nu, al deze gemeenrechtelijke principes van het bewijsrecht zijn, conform artikel 8 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, van aanvullend recht. Wat wil dat zeggen? Wel dat partijen er in principe, en ik zeg in principe omdat er meteen een voorbehoud moet worden gemaakt wat betreft consumenten, maar in principe kunnen partijen, onderneming tegen onderneming, daarvan afwijken. Ik maak de caveat ook op de slide. Let op met onrechtmatige clausules ten aanzien van consumenten die op de zogenaamde zwarte lijst staan. Goed, ons bewijsrecht, ons bewijsstelsel is een vrij bewijsstelsel. Dat wil zeggen dat je met alle bewijsmiddelen die je voorhanden zijn, je stelling kan gaan bewijzen voor de rechtbank. En ook dat de rechter een soevereine beoordelingsvrijheid heeft over de waarde van elk bewijsstuk. Dus de bewijswaarde, tenzij expliciet voorzien in de wet, die staat vrij. En de rechter gaat zelf de waarde aan een bepaald stuk kunnen hechten. Met andere woorden, oordelen of dat hij dat stuk voldoende vindt om die bewijsstandaard, waar ik het daar straks over had, te voldoen. Dit is wel te onderscheiden natuurlijk van het principe, het concept van de bewijskracht, bijvoorbeeld een authentieke akte tegenover een onderhandse akte. Daar waar een onderhandse akte er nog altijd getuigen en vermoedens, tenminste in de B2B-context, tegen de onderhandse akte kunnen worden aangebracht, is dat bij een authentieke akte niet mogelijk, hè? De authentieke akte, de inhoud daarvan, kan eigenlijk alleen nog maar worden betwist via een vordering van, een strafrechtelijke vordering van valsheid in geschriften. Goed, bewijs door en tegen ondernemingen, zoals ik daarnet al zei, gaat het hier over een context onderneming tegen onderneming. Dus eventjes de consumenten buiten beschouwing gelaten. Welke bewijsmiddelen heeft zo'n onderneming nu om haar vordering te gaan bewijzen? Wel, eerste instantie natuurlijk de geschriften, hè, contracten, brieven. Maar de tijd staat niet stil en de rechtspraak gelukkig ook niet. De rechtspraak aanvaardt ook e-mail, sms, WhatsApp-berichten en zo verder. Daar kom ik later nog op terug, hoe dat de rechtspraak daar dan mee omgaat. In termen van integriteit, duurzaamheid. Maar in principe kan dat inderdaad ook onder geschrift vallen. We zien ook een aangepaste definitie in het Wetboek Economisch Recht bijvoorbeeld terugkomen om die elektronische communicatie ook onder geschrift te doen vallen. Naast het geschrift hebben we ook andere bewijsmiddelen zoals vermoedens, bekentenissen, eed en getuigenverklaringen. Vermoedens, dat gaat over zowel wettelijke vermoedens als feitelijke vermoedens. Wettelijke vermoedens, ik verwijs daarvoor naar 1350 Burgerlijk Wetboek, die zijn eigenlijk door de wetgever voorzien. Die kunnen onweerlegbaar zijn, maar dat is zeer uitzonderlijk. Maar dikwijls zijn ze dus weerlegbaar, dat een partij inderdaad nog het tegendeel kan gaan bewijzen met andere bewijsmiddelen. Een voorbeeld van zo'n weerlegbaar wettelijk vermoeden is het vermoeden van eigendom door natrekking. Het feitelijk vermoeden daarentegen, dat is geen vermoeden dat de wetgever heeft voorzien, maar wel een vermoeden waarop een partij in een procedure zich beroept om eigenlijk de rechter te gaan overtuigen van haar stelling. De rechter, opnieuw, heeft hier ook weer de volledige beoordelingsvrijheid om dat vermoeden naar waarde te gaan schatten. Opnieuw, ja. Gelet op die beoordelingsvrijheid, die beoordelingsbevoegdheid die soeverein is van de rechtbank, maakt het natuurlijk dat je, wanneer je in een civielrechtelijk geschil zit, ja, dat is heel aangenaam voor een partij, voor een onderneming, dat ze met alle mogelijke bewijsmiddelen haar vordering kan gaan steunen. Maar de keerzijde van de medaille is natuurlijk dat je niet 100% zeker bent wat de bewijswaarde nu precies zal zijn dat de rechtbank zal hechten aan jouw bewijsstuk. Goed, gaan we verder met de bekentenis en de eed. Bekentenis is een verklaring waardoor een partij de juistheid van een feit of het bestaan van een rechtshandeling bevestigt. En die bekentenis kan dan ook tegen die partij van wie ze uitgaat worden gebruikt in een civielrechtelijke procedure. De eed daarentegen is een formeler bewijsmiddel. Dat gaat over een verklaring die de partij in aanwezigheid, dus voor de rechtbank, zal afleggen en waarin men eigenlijk de waarachtigheid van een welbepaald feit gaat aftoetsen. En dan dient de persoon die onder eed gaat verklaren die waarachtigheid te bevestigen, dan wel te ontkennen. Een laatste bewijsmiddel zijn de getuigenverklaringen. Getuigenverklaringen, daarmee hinten we niet zozeer op wat men in het Anglo-Saxisch recht wel kent, die cross-examinations of witnesses. Nee, wij kijken veel eer naar vooral schriftelijke getuigenverklaringen die kunnen worden bijgebracht in de lijst van overtuigingsstukken om de rechter eigenlijk de kans te geven om uit de beleving van de persoon die het rechtstreeks, het feit, het schadegeval bijvoorbeeld, in de context van verzekeringen, degene die het schadegeval met eigen ogen heeft zien gebeuren, om daar ook inderdaad de versie van te aanhoren. En dan kan je werken met een schriftelijke getuigenverklaring. Dat komt wel minder voor in ons rechtsstelsel. Er wordt wel minder beroep opgedaan, maar af en toe zien we dat toch verschijnen. En de getuigenverklaring zien we dan ook eerder als een bewijsmiddel dat in samenhang met andere bewijsmiddelen inderdaad die rechtbank kan gaan overtuigen dat de bewijsstandaard voldaan is, dat men die bereikt heeft en dat de vordering bewezen wordt verklaard. Goed, zoals de slide het zegt en zoals ik daarnet zelf ook heb benadrukt, het gaat hier over het bewijs door en tegen ondernemingen, dat volledig vrij is, waar alle bewijsmiddelen openstaan en waar ook geen hiërarchie is tussen de verschillende bewijsmiddelen. Dat is anders wanneer we gaan bewijzen tegen een consument. Zit je als verzekeraar, als onderneming tegen een consument, dan heb je dan kan je je niet beroepen op alle mogelijke bewijsmiddelen zonder enige limiet. Het is namelijk zo dat ten aanzien van een consument je altijd een geschrift zal nodig hebben zodra de waarde boven de €375 zit. Dus daar zien we geen absolute vrijheid in de bewijsmiddelen en moet er dus wel voorzichtiger worden omgegaan met het beginsel van vrij bewijs en alle rechtsmiddelen die in het burgerlijk wetboek worden voorzien. Goed, het nieuw burgerlijk wetboek. Ik heb het al een aantal keer aangehaald. Wat is er nu veranderd? Boek 8 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek is sinds 1 november 2020 in werking getreden en is van toepassing op lopende procedures. Wat is er nu veranderd? Wel ja, het is geen stijlbreuk, maar eerder een opknapbeurt geworden. Dus er is geen sprake van een echte revolutie, maar vooral van een codificatie van zaken die in de rechtspraak reeds waren aangenomen. En de bewijsstandaard, daar heb ik het in het begin van het webinar al over gehad. Nu staat het ook verankerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt vereist voor positieve feiten en rechtshandelingen. Want in de rechtspraak was er af en toe nog discussie over of het aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dan wel 100% zekerheid diende te zijn. De wetgever heeft nu duidelijk gemaakt dat een redelijke mate van zekerheid volstaat. Uitzondering daarop heb ik ook reeds besproken, het bewijs van een negatief feit. Daar ligt de bewijsstandaard iets lager en voldoet een bewijs van waarschijnlijkheid. Ook dat opnieuw een codificatie uit de rechtspraak. Tot slot ook een codificatie uit de rechtspraak, de verplichting tot loyale bewijsmedewerking. Je moet uiteraard niet het bewijs in de plaats van je tegenpartij gaan vergaren. Dat is zeker niet de bedoeling. Maar de tijd dat men kon zeggen dat men als verweerder maar gewoon een afwachtende, compleet passieve houding kon aannemen, die is wel voorbij. Dus de gekende it's great to be a defendant zou toch niet voor al te grote geruststelling mogen zorgen. Er worden effectief tools gegeven door de wetgever aan de rechter om zelf ook actiever betrokken te worden bij dat proces dat zich daar in de rechtbank gaat ontplooien. Ik haal er eentje uit, artikel 877 van het gerechtelijk wetboek, de verplichte overlegging van stukken. Een partij kan de rechter vragen, wanneer hij het bewijs aanbrengt dat een bepaald stuk zich bij de tegenpartij bevindt en dat dat stuk het bewijs inhoudt van een ter zake dienend feit, wel, dan kan men vragen aan de rechter om de tegenpartij te veroordelen dat stuk bij te brengen. Waarom zeg ik bepaald stuk en het bewijs dat het een ter zake dienend feit inhoudt? Wel, omdat dat expliciete voorwaarden zijn die worden gesteld in de wet. Dus dit artikel is geen vrijgeleide voor een phishing expedition. Dat kennen wij niet in ons Belgisch bewijsstelsel en dat wordt ook niet aanvaard. Dus jij kan niet vragen aan de rechtbank om een partij te veroordelen om nu alle registers op tafel te gooien, alle boeken over te maken, toegang te geven tot allerlei e-mails in een bepaalde periode, om toch maar je vordering, om toch maar een bewijs te vinden voor dat jouw vordering ondersteunt. Dat verzoek dat zal afgewezen worden door de rechtbank. Heel kort eventjes wat betreft de relatie ten aanzien van consumenten. Zoals ik al zei, zitten we daar in een stringenter kader. En is het ook belangrijk dat ik heel eventjes de wet verzekeringen verlaat en richting het Wetboek Economisch Recht ga. Waarom? Omdat er met de B2C-regelgeving in het Wetboek Economisch Recht een aantal onrechtmatige bedingen zijn opgenomen die zogezegd op de zwarte lijst staat. De zwarte lijst wil zeggen dat geen tegenbewijs meer kan worden geleverd en ze altijd onrechtmatig zullen zijn. En daar zien we een clausule die van belang is voor het bewijsrecht. Want, zegt het Wetboek Economisch Recht, zijn onrechtmatig de bedingen die ertoe strekken de bewijsmiddelen waarop de consument een beroep kan doen op ongeoorloofde wijze te beperken of hem een bewijslast op te leggen die normaliter op de andere partij rust. Met andere woorden, zet jij in jouw verzekeringsovereenkomst met een consument clausules die de waaier aan bewijsmiddelen die normaliter voor de consument ter beschikking staan, ga je die waaier beperken? Of ga je met die clausule bewijslast proberen te verschuiven die normaal gezien bij de verzekeraar ligt, maar die dan bij de consument zou terechtkomen? Wel, zo'n clausule die zal onrechtmatig zijn. Wat betreft de verhouding B2B, weten we met de wet van 2019 die in 2020 in werking is getreden, dat er ook door de wetgever is ingegrepen op die relatie B2B en dat daar ook een zwarte lijst en een grijze lijst van onrechtmatige bedingen is voorzien. Maar daar is expliciet bepaald dat deze regelgeving niet van toepassing is op verzekeringen. Dus die laten we hier buiten beschouwing. Goed, zijn we toegekomen aan het tweede hoofdstuk van ons webinar. En daarin ga ik het vooral hebben over het bewijs van het bestaan van de verzekeringsovereenkomst. Hoe kan ik nu bewijzen dat er inderdaad een verzekeringsovereenkomst bestaat? En daarvoor vallen we terug op artikel 64 van de Verzekeringswet. Artikel 64 van de Verzekeringswet bepaalt, onder voorbehoud van bekentenis of eed, dat de verzekeringsovereenkomst moet bestaan uit een geschrift en ze lijst ook op wat er precies in dat geschrift moet worden opgenomen. De datum, welk risico is verzekerd, de identiteit van de verzekeringsnemer, de identiteit van de verzekeraar. Zijn er medeverzekeraars, het bedrag van de premie, etc. Dat is wat dat er volgens artikel 64 minstens in die verzekeringsovereenkomst moet bestaan. Wil dat zeggen dat je het bestaan van een verzekeringsovereenkomst niet anders kan bewijzen? Nee, dus de bekentenis en de eed zijn wel mogelijk, maar getuigen of vermoedens niet, tenzij er ook nog een begin van bewijzen door geschrift is. Dan kan je inderdaad getuigen of vermoedens ter aanvulling mee ondersteunen. Maar op zich is dat onvoldoende voor het bestaan van de verzekeringsovereenkomst te gaan aantonen. Deze bepaling is van dwingend recht, wat wil zeggen dat je er niet op voorhand van kan afwijken. Dus een verzekerde die een schadegeval voor heeft en wil dekking krijgen van de verzekeraar en wil bewijzen dat er inderdaad een verzekeringsovereenkomst bestaat tussen hen beiden, wel, die kan, als hij geen kopie heeft van de verzekeringsovereenkomst, om een of andere reden, kan hij eigenlijk met e-mail, correspondentie of een uitnodiging tot betaling van de premie die afkomstig is van de verzekeraar, kan hij wel degelijk het bestaan van de verzekeringsovereenkomst aantonen. En dat is voldoende voor de verzekerde. Dat is de bewijslast die bij de verzekerde ligt. Want de inhoud, de specifieke clausules en dan meer bepaald, wat ik in het begin aanhaalde, verval- en uitsluitingsclausules, die dus vooral voor de verzekeraars zeer belangrijk zullen zijn. Bijvoorbeeld in het kader van een brand zijn er bepaalde preventiemaatregelen opgenomen als vervalclausule. Die bewijslast ligt bij de verzekeraar. En daar kom ik zo meteen nog op terug. Goed, het contract, het klinkt heel logisch en heel voor de hand liggend dat het moet ondertekend zijn. Helaas zien we in de praktijk toch vaak dat die handtekening van de verzekerde ontbreekt op de verzekeringsovereenkomst. Rechtspraak zegt dan, kijk, indien het gaat over een polis die niet ondertekend is door de partijen of maar niet door de verzekerde, dan kan dat wel gelden als begin van bewijs door geschrift. Dat wordt al geruime tijd in de rechtspraak aanvaard. Een bekentenis, zoals ik zei, de betaling van de premie door de verzekerde kan wel dienen als bewijs van aanvaarding van het aanbod dat de verzekeraar heeft gedaan. Artikel 64 van de Verzekeringswet, die dus uiteenzet aan welke voorwaarden een verzekeringsovereenkomst moet voldoen en op welke manier je het bestaan van zo'n overeenkomst kan bewijzen, is niet van toepassing ten aanzien van derden. En dat is wel belangrijk. Waarom? Omdat ja, de partij die schade heeft geleden, bijvoorbeeld in het kader van een aannemingsovereenkomst, kan die wel de rechtstreekse vordering instellen tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar. En die kan dat met alle middelen van recht doen. Dus die is niet beperkt in het arsenaal aan bewijsmiddelen dat opgelegd is in artikel 64. Wat nu ronduit de toestemming van de verzekerde, daar is zeer veel discussie over, omdat natuurlijk ja, er vaak, zoals ik zei, in algemene voorwaarden bepaalde verval- of uitsluitingsclausules worden opgenomen. Wel, het Hof van Cassatie zegt, kijk, er moet sprake zijn van een daadwerkelijke kennisname of minstens moet de verzekerde de kans hebben gehad om kennis te nemen van de voorwaarden van de overeenkomst. En dat, ja, die bewijslast die ligt wel bij de verzekeraar. Die moet het inderdaad gaan aantonen dat die algemene voorwaarden wel degelijk zijn overgemaakt aan de verzekerde en dat hij daar minstens kennis van had kunnen nemen. Stilzwijgende toestemming wordt niet voorzien in het Wetboek Economisch Recht of in de Verzekeringswet en kan eigenlijk alleen worden gelijkgesteld met een zekere toestemming indien ze omstandig is. Wat wil dat nu zeggen? Wel, ja, dat er bepaalde begeleidende elementen zijn die dat stilzwijgen kunnen doen omvormen in een toestemming. Zoals ik al zei, de betaling van de premie kan daartoe bijdragen. Vandaag de dag worden al geruime tijd overeenkomsten op afstand gesloten. Als er geen, wanneer de overeenkomst niet kan worden afgesloten, wanneer beide partijen fysiek in dezelfde ruimte aanwezig zijn, dan kan dat vanaf afstand. Volgens artikel 57 van de Verzekeringswet komt de overeenkomst immers tot stand wanneer de verzekeraar de aanvaarding van de verzekeringsnemer ontvangt. Met andere woorden, op het ogenblik dat de verzekeringsnemer het voorstel van de verzekeraar ontvangt, dit ondertekent en het terugstuurt naar de verzekeraar, pas op dat ogenblik is inderdaad de overeenkomst tot stand gekomen. En er zijn verschillende technieken voor communicatie op afstand. Dat is ook voorzien, dat is ook opgenomen in het Wetboek Economisch Recht. En ook in het nieuwe artikel 8.1 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Dus dat kan allerhande elektronische communicatie zijn. Er is sprake van verkoop via internet, telefoon, fax, sms, e-mail. Al die elektronische hulpmiddelen mogen allemaal gebruikt worden. Maar, zegt de wetgever, ja, er moet wel sprake zijn van leesbaarheid. Met andere woorden, er moet gebruik zijn gemaakt van alfabetische tekens of andere duidelijke tekens die een taal vormen. Op een duurzame drager zijn gesteld. Wat wil dat zeggen? Dat die informatie niet vluchtig is, maar wel ter beschikking blijft gedurende de periode waartoe ze dient. En er moet ook nagekeken worden of voldaan is aan de integriteit. Men moet zeker zijn dat inderdaad die toestemming afkomstig is van de persoon wie men denkt. En daar loert om het hoekje toch wel het risico op IT-fraude. Minstens moet men kunnen identificeren dat er een inbreuk zou kunnen geweest zijn. Dan moet men kijken wat er dan aangepast is. Dus die integriteit is in die vorm van elektronische communicatie wel belangrijk. Een specifieke toepassing waar we eventjes dieper op gaan focussen betreft de precontractuele informatie en de eventuele beroepsaansprakelijkheid van de tussenpersoon. Er zijn verzekeringsagenten, verzekeringsmakelaars. Wat als nu die handtekening ontbreekt op die polis? Wat als de verzekerde die polis nooit heeft ondertekend? Er doet zich een schadegeval voor en de verzekeraar, bijvoorbeeld een brand. De verzekeraar zegt, ik ga niet over tot dekking, want in de polis staan wel bepaalde preventiemaatregelen waaraan de verzekerde niet heeft voldaan. verzekeringsnemer zegt, die voorwaarden, die ken ik niet, ik heb dat document niet ondertekend, hij voldoet aan het voorleggen van het bestaan van de overeenkomst door bijvoorbeeld de uitnodiging tot premieoverschrijving voor te leggen en het feit dat hij die premie effectief heeft betaald. Ja, wat dan met die vervalclausule inzake preventiemaatregelen? Kan de verzekeraar, die indien hij faalt in het aantonen van de kennisname van de preventiemaatregelen door de verzekerde en toch zou moeten overgaan tot dekking, kan hij zich dan tegen de tussenpersoon keren? Wel, ja, de vraag is daar, zitten we met een makelaar dan wel met een verzekeringsagent? Het is zo dat de tussenpersoon inderdaad wel bepaalde informatieverplichtingen heeft. Een informatie, advies en een zorgvuldigheidsplicht. Maar dat is wel nog iets anders dan een verbintenis om achter de verzekerde aan te gaan om die handtekening op die verzekeringspolis te krijgen. Zeker wat betreft een verzekeringsmakelaar, die eigenlijk geen lasthebber is van de verzekeraar, maar een onafhankelijke tussenpersoon die vraag en aanbod met elkaar gaat verbinden. En daar zal de verzekeraar geen vrijwaringsvorm kunnen instellen ten aanzien van de makelaar. Verzekeringsagent, die wel de lasthebber is van de verzekeraar, daar is het een ander verhaal. Maar wil dat zeggen dat de verzekeraar op zijn twee oren kan slapen als hij werkt met verzekeringsagenten? Nee, minstens kan er sprake zijn van een gedeelde aansprakelijkheid. En zo is er een voorbeeld in de rechtspraak, ondernemingsrechtbank Brussel, waar er sprake was van een polis met verschillende medeverzekeraars en één leidende verzekeraar. En die leidende verzekeraar is samen met de verzekeringsagent veroordeeld. Een van de medeverzekeraars had de polis niet ondertekend. En uiteindelijk besloot de rechtbank tot een gedeelde aansprakelijkheid tussen de verzekeringsagent en de leidende verzekeraar. Waarom de leidende verzekeraar? Wel, omdat die ook had nagelaten om na te kijken of die andere medeverzekeraar of alle andere medeverzekeraars de polis wel hadden ondertekend. Met andere woorden, het blijft steeds aan de verzekeraar om het volledige dossier tot aan het einde af te wikkelen, zeg maar, hè. Die handtekening, dat is het sluitstuk op het hele proces dat precontractueel start en uiteindelijk tot een verzekeringsovereenkomst leidt. De verzekeraar moet daar ook wel het werk afmaken volgens de rechtspraak. De makelaar, die is de onafhankelijke tussenpersoon, daar heeft hij zeker geen verhaal tegen. Maar ook veronderstellen dat indien men werkt met een agent, dat men gerust is en dat men bevrijd is van elke verplichting, elke zorgvuldigheidsplicht bij de verzekeraar, dat is niet correct. Goed, dan zijn we al aan onze polvraag toegekomen. En die gaat over het bestaan van de verzekeringsovereenkomst. De vraag luidt, ik zal het eerst in het Nederlands lezen en vervolgens in het Frans. Is een geschrift vereist om het bestaan van een verzekeringsovereenkomst te bewijzen? A. Altijd. B. Nooit. C. Dat hangt af van de waarde en het voorwerp van de overeenkomst. Of antwoord D. Nee, de bekentenis en de eed zijn ook nog steeds mogelijk. En français, un écrit est-il requis pour prouver l'existence d'un contrat d'assurance? A. Toujours. B. Jamais. C. Cela dépend de la valeur et de l'objet du contrat. D. Non, l'aveu et le serment restent toujours possibles. De polvraag zal nu worden opengesteld en jullie hebben 30 seconden, als ik me niet vergis, om de polvraag te gaan beantwoorden. Goed, ik zie dat 81% van de deelnemers intussen heeft geantwoord. Ik zal eventjes het antwoord met jullie overlopen en toelichten. Het juiste antwoord was antwoord D. Nee, de bekentenis en de eed zijn nog steeds mogelijk. Het is immers zo dat in artikel 64 van de Verzekeringswet als principe inderdaad het geschrift oplegt. Maar als dat geschrift zou ontbreken, kan het bestaan van de verzekeringsovereenkomst as such, dus niet de inhoud ervan, maar het feit dat er een verzekeringsovereenkomst bestaat, kan wel nog met bekentenis en eed worden bewezen. Goed, dan geef ik met veel plezier het woord aan mijn collega Adrien Willocx, die het tweede deel van het seminar voor jullie zal verzorgen. Bonjour à tous. Merci beaucoup tout d'abord à Karen pour la première partie de cet exposé qui était très intéressante. Je vais maintenant, donc, comme vous l'aurez compris, continuer l'exposé et vous présenter la seconde partie en français. Alors voilà, on va commencer tout de suite par la preuve de la couverture d'assurance. C'est donc l'examen des cas de déchéance et d'exclusion dont j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent déjà en fait la matière et ont connaissance de par votre pratique. Alors, la première chose, il faut d'abord distinguer les cas de déchéance et d'exclusion. L'intérêt pratique de cette distinction est fondamental justement puisqu'il s'agit de parler de la charge de la preuve, qui est l'objet justement de notre séminaire. Alors, il y a une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation et notamment d'autres cours d'appel en la matière, qui précise qu'il appartient donc bien à l'assuré qui fait appel à la garantie d'assurance d'établir que le risque s'est bien réalisé et qu'il est bien le risque prévu par le contrat d'assurance. Alors, au niveau de la distinction, tout d'abord, qu'est-ce que la déchéance? La déchéance est évoquée à l'article 65 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Il s'agit d'un moyen ou d'une exception qui permet en fait à l'assureur de refuser la garantie d'assurance, mais, et c'est là la petite particularité qui distingue le cas de déchéance du cas d'exclusion, c'est que ce moyen est soulevé lorsque l'assureur en fait prouve que l'assuré n'a pas exécuté correctement des obligations conventionnelles qui sont mises à sa charge. Donc concrètement, il s'agit en fait d'un retrait du droit de l'assuré de faire valoir la garantie d'assurance dans un objectif purement de prévention pour inciter en fait l'assuré à respecter les obligations qui sont mises à sa charge par le contrat d'assurance. La différence avec l'exclusion, c'est plutôt en fait, on pourrait assimiler ça à un cas de non-assurance. En fait, concrètement, dans la police d'assurance, l'assureur peut déterminer que certains cas limitatifs sont simplement exclus de la garantie parce qu'ils sortent du champ d'application ou de l'objet même de la police d'assurance. Donc ici, en fait, lorsqu'on parle d'exclusion, on touche à l'objet même de la garantie. C'est un événement qui survient et qui se situe tout simplement en dehors du champ de la garantie. On parle plus précisément dans la doctrine, en général, d'une absence de droit au lieu de la déchéance qui s'assimile à un retrait de droit. Donc, en matière de déchéance, je l'ai dit, il s'agit de sanctionner l'assuré qui n'a pas respecté certaines obligations déterminées et limitativement énumérées par la police qui sont mises à sa charge. Ces obligations doivent être déterminées et très spécifiques. La jurisprudence, en tout cas la grande majorité, rejette très souvent des obligations dans la police d'assurance qui serait formulée de manière trop générale, telle qu'un manquement général à une norme de prudence ou de diligence formulée de manière trop globale. Alors la particularité par rapport à la déchéance, et j'aurai l'occasion de l'aborder dans le slide suivant, c'est que l'assureur doit démontrer qu'il y a bien un lien causal entre le manquement qui est reproché à l'assuré et la survenance du sinistre. Par rapport aux causes d'exclusion, il est de jurisprudence constante, et la Cour de cassation est très précise là-dessus, une requalification par le juge de la clause est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que l'article 23 de la loi assurance précise que les contrats d'assurance et les clauses doivent être rédigés de manière claire et précise. Et sur cette base, le juge a le pouvoir de requalifier une clause qui serait qualifiée à tort de clause de déchéance en clause d'exclusion ou inversement. Donc, la qualification ou la dénomination de la clause en tant qu'exclusion ou déchéance dans le contrat, dans la police d'assurance, n'est pas déterminante en soi et le juge a le pouvoir de requalifier cette clause. Alors, qu'en est-il de la preuve, tout d'abord donc de la déchéance? Alors, la jurisprudence de la Cour de cassation est très claire là-dessus, c'est à l'assureur qu'il incombe de prouver le fait qu'il exonère de son obligation de garantie. Donc, concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que l'assureur doit établir la réalité du manquement commis par l'assuré et, secondo, doit établir l'existence d'un lien de causalité entre ce manquement et la survenance du sinistre. Bien sûr, et Karen vous en a parlé dans la première partie de l'exposé, les dérogations à la charge de la preuve sont possibles en matière d'assurance, sauf contrariété avec les dispositions impératives de la loi, par exemple l'article 65, l'article 23 ou encore l'article 62. Mais, et bien entendu, on insiste là-dessus, c'est une particularité dans les contrats dits B2C, donc conclus entre une entreprise d'assurance et un assuré qui a la qualité de consommateur, les dérogations ne sont pas possibles. Pourquoi? Parce que le Code de droit économique qualifie de clauses abusives les clauses qui ont pour effet de mettre sur une autre partie au contrat la charge de la preuve, de prouver certains faits ou actes juridiques qu'il incomberait normalement à l'autre partie de prouver. Alors, en matière de faute lourde, et c'est le cas visé à l'article 62 de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances, pour s'exonérer, l'assureur doit rapporter ici la preuve de l'existence donc d'une faute lourde, pas d'une simple faute, et de sa relation causale avec le dommage. Donc, ça s'assimile en cela à la clause de déchéance. Mais leur particularité, les cas de faute lourde, en principe, doivent être déterminés expressément et limitativement dans le contrat. En réalité, même si ça n'est pas visé dans la loi, pour les clauses de déchéance, c'est assez similaire sur ce point. Et la jurisprudence, j'en parlais tout à l'heure, refuse les clauses de déchéance qui sont formulées de manière trop générale ou trop globale et qui ne visent pas des mouvements déterminés. Alors, en ce qui concerne maintenant la preuve de l'exclusion, là, il y a une petite particularité. La jurisprudence traditionnelle avait pour coutume de dire que c'est à l'assuré et non pas à l'assureur ici qu'il incombe de prouver l'événement ayant donné lieu au sinistre, le fait que cet événement en question n'est pas exclu par le contrat d'assurance. C'était la jurisprudence traditionnelle qui disait donc que l'assuré qui se prétend créancier de l'assureur doit prouver que le sinistre est couvert par le contrat d'assurance et qu'il n'est pas exclu de la garantie. C'est un arrêt de cassation de 2005. Mais en 2007, la doctrine et la jurisprudence a connu un sérieux revirement, puisque la Cour de cassation, dans un arrêt de 2007, contre toute attente, a décrété que la charge de la preuve de l'exclusion reposait maintenant sur l'assureur. C'est une question qui est encore débattue en doctrine et également en jurisprudence, mais on s'accorde à dire de manière générale et majoritairement que cet arrêt de 2007 de la Cour de cassation a véritablement opéré un revirement et que donc la charge de la preuve de l'exclusion repose également sur l'assureur, de la même manière que le cas de déchéance et pas sur l'assuré. Bien entendu, de nouveau, les dérogations sur la charge de la preuve sont possibles, sauf contrariété avec des dispositions imperatives de la loi sur les assurances, de nouveau l'article 65, l'article 23 ou encore l'article 62, mais aucune dérogation n'est possible dans les relations B2C, donc entre une entreprise et un consommateur. Dans ce cas-là, la clause qui aurait pour effet de mettre à charge, donc cette fois-ci de l'assuré si on se conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation de 2007, si donc on met une clause, mais la charge de la preuve de l'exclusion à l'assuré et qu'il s'agit d'un contrat conclu avec un assuré personne physique, donc consommateur, la clause peut être qualifiée d'abusive. Alors, de manière un peu plus pragmatique, j'aborde maintenant avec vous quelques cas d'application jurisprudentielle. Alors, le premier exemple dont on voulait discuter avec vous, c'est un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 14 mars 2018 qui aborde ici en fait le cas de déchéance. La Cour a jugé qu'il appartient à l'assureur Omnium, c'était donc en matière de contrat d'assurance Omnium Auto, de prouver qu'il existe une relation causale entre la conduite en état d'intoxication alcoolique et ou d'ivresse et le dommage au véhicule assuré. On voit donc bien ici que c'est à l'assureur qu'il incombe de prouver la déchéance. Un autre arrêt de la Cour de cassation de 2007 qui ici a précisé en matière de déchéance qu'il incombe à l'assureur, de nouveau, qui prétend être déchargé de la garantie, d'établir que l'assuré a commis le manquement allégué, que ce manquement constitue l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et qu'il existe un lien de causalité. On voit donc bien ici que la Cour de cassation rappelle les conditions que j'évoquais avec vous tout à l'heure aux slides numéro 16 et 17. Enfin, un dernier arrêt de la Cour d'appel d'Anvers de 2016 qui ici contient une petite particularité, c'est qu'ici la Cour a mis en fait à charge non pas de l'assureur, mais de l'assuré la charge de prouver qu'il n'était pas dans une situation d'exclusion, alors que j'évoquais avec vous tout à l'heure que la Cour de cassation en 2007 a opéré un revirement de jurisprudence. Il s'agit d'une décision qui est isolée, mais on voulait l'illustrer avec vous. Et cet arrêt figure, en tout cas le dispositif ou les développements majeurs figurent sur le slide qui se trouve devant vous. Alors, quid maintenant d'une clause contractuelle qui pourrait renverser la charge de la preuve, la déchéance ou de l'exclusion? J'en parlais tout à l'heure et j'insiste de nouveau là-dessus. Une telle clause reste possible puisque les règles en matière de charge de la preuve sont supplétives, sauf si une telle clause est contraire aux dispositions imperatives de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances. Alors de nouveau, un renversement de la charge de la preuve n'est pas possible dans la relation entre une entreprise d'assurance et un consommateur, puisqu'il existe un risque que la clause soit qualifiée d'abusive. Alors, cette possibilité de déroger à la charge de la preuve classique, dans la pratique, n'est pas suffisamment connue des parties au contrat et probablement donc des assureurs qui ont la possibilité de mettre à charge des assurés la charge de la preuve. Notamment, on pense au cas des polices d'assurance dites all risks ou tout risque. En matière de risque industriel, c'est une possibilité qu'il convient de garder à l'esprit, mais donc, je le répète, qui n'est pas envisageable dans le cas des contrats d'assurance B2C. Voilà pour ce qui était de la preuve de la couverture d'assurance. Je passe maintenant à la quatrième partie de l'exposé, consacrée à la preuve du sinistre et à quelques cas d'application particuliers que l'on va voir ensemble. Alors, en ce qui concerne la preuve du sinistre, le principe est très simple et est dicté de longue date depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1995 qui a précisé que c'est donc bien à l'assuré, non pas à l'assureur, d'apporter la preuve non seulement du sinistre, mais aussi du fait que le risque s'est réalisé. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Le sinistre étant un fait juridique et non un acte juridique, cela implique une triple preuve. De la part de l'assuré, il doit prouver non seulement qu'il a subi un dommage, que l'événement s'est réalisé et que le risque réalisé est bien celui prévu par le contrat d'assurance. Donc, le sinistre étant un fait juridique, il se prouve par toute voie de droit, y compris par présomption. Ici, c'est bien évidemment, et je fais le lien avec la première partie de l'exposé qui était donnée par Karen, le sinistre étant un fait juridique et non un acte juridique, il ne s'agit pas ici de prouver l'existence ou la validité du contrat d'assurance qui se prouve conformément à l'article 64, paragraphe 1er de la loi sur les assurances, qui requiert donc un écrit, sauf aveu et serment, et possibilité uniquement de faire appel aux témoignages et présomptions lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. Ici, le sinistre va pouvoir se prouver par toute voie de droit. Qu'en est-il d'un sinistre intentionnel ? La jurisprudence de cassation est constante en la matière. C'est à l'assureur qu'il revient de prouver que le sinistre a bien été commis de manière intentionnelle par l'assuré et cette preuve peut être rapportée par toute voie de droit. Nous nous basons notamment sur des arrêts de cassation de 2002, de 2004 et de 2005. Alors, en matière d'assurance vol, on voulait évoquer avec vous certaines particularités de la charge de la preuve en matière d'assurance vol qui méritent que l'on s'y attarde puisque cela présente justement, en tout cas ce type d'assurance présente certaines particularités qui ont été développées par la jurisprudence et la doctrine. Donc ici, en fait concrètement, l'assuré doit prouver la réalité du vol. Concrètement, qu'est-ce que ça implique? Ça implique, et la jurisprudence est très formelle là-dessus, c'est que les explications de l'assuré doivent paraître cohérentes et sincères et que les éléments de preuve qu'il apporte devant le juge pour pouvoir prouver la réalité du vol doivent rendre le fait vraisemblable. Sur quoi se base-t-on pour dire cela? Sur, en fait, tout simplement la relation de confiance qui existe entre l'assureur et le preneur d'assurance ou l'assuré, qui justifie que simplement des faits vraisemblables et des explications cohérentes et sincères doivent justifier le fait que l'assuré parvient à démontrer la preuve que le vol s'est bien réalisé. Si des contradictions et des éléments invraisemblables sont déterminés après une enquête qui généralement alors est dirigée par l'assureur, si donc il existe des contradictions et des invraisemblances amenées par l'assuré, alors l'action sera rejetée par le juge. Comment se prouve la réalité du vol? Eh bien, par tout moyen de preuve admissible. Alors, un petit mot sur les mesures de précaution ou de prévention qui sont fréquentes en matière d'assurance vol. S'agit-il ici de causes de déchéance ou d'exclusion? La jurisprudence ici est assez partagée. Il n'y a pas un grand majoritaire, je dirais, qui se dégage, mais la majorité considère en général qu'il s'agit d'une condition de la garantie et que donc si ces mesures de précaution ou de prévention font défaut, il n'y a tout simplement pas d'assurance. Alors, en matière d'assurance vie et de décès, un autre type d'assurance qui présente aussi quelques particularités et des éléments spécifiques en matière de charge de la preuve. En vertu de l'article 169, paragraphe 1er de la loi sur les assurances, le bénéficiaire doit prouver sa qualité. Je lis l'article 169 avec vous. Le preneur a le droit de désigner un ou plusieurs bénéficiaires. Ce droit lui appartient à titre exclusif et ne peut être exercé ni par son conjoint, ni par ses représentants légaux, ni par ses héritiers ou ayant cause, ni par ses créanciers. La preuve du droit du bénéficiaire est établie conformément à l'article 64, c'est-à-dire l'exigence d'un écrit pour prouver l'existence du contrat d'assurance, ce dont Karen vous parlait dans la première partie de l'exposé. Donc, concrètement, le droit de révocation, il appartient exclusivement au preneur d'assurance, c'est-à-dire que lui peut seul exercer à l'exclusion de son conjoint et des représentants légaux le droit à révocation. Et donc, ici, on a un exemple avec un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles de 2003 qui a précisé que la révocation de l'attribution bénéficiaire ne sera opposable à l'assureur que si elle était expresse ou à tout le moins tacite, et qui, si cela a été fait uniquement de manière certaine et non équivoque. C'est donc au bénéficiaire qui sollicite l'octroi des prestations d'assurance de rapporter la preuve que le décès du preneur d'assurance résulte bien de l'action soudaine et fortuite d'une cause étrangère à la volonté du preneur d'assurance. C'est ici un autre cas d'application de cet article 169 et je me réfère en fait à un arrêt de la Cour d'appel de Liège de 2008. Voilà pour ce qui était de la partie que j'avais le plaisir d'évoquer avec vous. Quelques remarques finales de synthèse qui nous a paru important de souligner avec vous et qui sont donc un résumé, si je puis le dire ainsi, de notre exposé. La première remarque, et Karen a énormément insisté là-dessus, c'est qu'il faut bien garder à l'esprit la règle générale de la charge de la preuve, qui repose donc sur les articles 1315 anciens du Code civil et 870 du Code judiciaire. En vertu donc, c'est à celui qui avance un fait qu'il revient de prouver ce fait, ou inversement, c'est à celui qui invoque qu'il est libéré d'une telle obligation de prouver le fait qui l'exonère de son obligation. Ce sont bien entendu des dispositions supplétives, les dérogations sont possibles, j'en ai parlé tout à l'heure, mais attention bien sûr au contrat B2C, parce que dans ce type de contrat, les clauses qui inversent la charge de la preuve peuvent être qualifiées d'abusives et donc déclarées nulles ou non applicables par le juge. Alors ensuite, une seconde remarque que l'on formule, c'est donc l'importance de l'écrit comme étant la preuve du contrat d'assurance en vertu de l'article 64, paragraphe 1er, qui reste la base, je dirais le corps de la règle en matière de preuve, en matière d'assurance, tandis que pour les contrats à distance et les contrats conclus de manière électronique, je me réfère à ce qui a été dit par Karen tout à l'heure et aux articles 8.1 du nouveau Code civil et 12.15 du Code de droit économique. Une troisième remarque sur la distinction, j'en ai parlé tout à l'heure, entre les clauses de déchéance et d'exclusion. Gardez bien en tête le fait que l'incidence ici se trouve au niveau de la rédaction des clauses, puisque le juge, en définitive, est autorisé à requalifier une clause qui serait qualifiée d'exclusion par le contrat en une clause de déchéance et inversement. Et d'autre part, l'incidence se situe bien entendu au niveau de la charge de la preuve. Dernière et quatrième remarque, l'assuré conserve toujours la charge de la preuve du sinistre qui n'est pas intentionnelle. Donc ici, contrairement aux clauses de déchéance et aux cas d'exclusion, c'est bien sur l'assuré qu'il repose de prouver le sinistre à l'inverse, donc je le disais, des clauses de déchéance et d'exclusion. Voilà, c'était la fin de notre exposé. Nous espérons que nous avons été suffisamment exhaustifs dans les choses que nous avions à développer. Pour ce qui est des questions, comme l'a dit Karen en début de séminaire, vu le temps limité que nous avons, malheureusement, nous vous invitons à adresser vos questions via le chat et nous nous ferons un plaisir d'y répondre par écrit. Alors, pour la suite des Lydian Series, je vous invite très chaleureusement à suivre le troisième webinaire qui sera donné par des avocats collaborateurs de notre cabinet et qui aborderont avec vous la question du droit de la preuve et des assurances dans un contexte international. Ce webinaire se déroulera donc le 27 avril 2021 à 11h30. Je vous invite à y participer. Vous trouverez ci-après sur le slide qui figure devant vous nos coordonnées si vous souhaitez nous contacter pour des questions éventuelles. Voilà, c'était la fin de notre exposé. J'espère que ça vous a plu, que c'était instructif et je vous dis à bientôt. Au revoir et bonne journée.